Het regent, en ik zeg tegen iedereen hallo. Ik ben Zelda Player 20, samen met... De Toweler. En samen met... Dutch Gaming. En ook nog eens... Je gaat eerst. Ik ben Alex. En... T-Maestro. En ik heb een vuur... Nou weet ik wat firewall betekent. Firewall. Letterlijk en figuurlijk. Alleen dan hoop ik dat het bij regen blijft, want ik haat regen. Zullen we daar nou mee stoppen? Ja. Touwler? Ja, joh. Schavuit? Ik koop je nog een dreumes. Touwler! Doe eens niet. Thuis ook. Ja, hij doet thuis niks anders. Ja, wat? Arrow spam is een reden om iemand te kicken. Ik vind van wel. Daar heb ik democratisch over besloten. En ik hoorde de kijkers denken. Dus ja, daarom dacht ik bij mijn eigen van. Die kijkers die gaan naar me zo erg haten. Dus toch? Neem niet? Het nee, hè? Was maar een grapje. Jongens. Neem het voor me op. Jongens. Ja. Jongens, die was toch terecht? Ja. Nee. Ja. Jongens, zeg nee. Ja. Oké, jongens. Sorry Wilco, ik mag niet liegen van mijn mama. Type 1 in de comments als het terecht is en type 2 als het niet terecht was. Nou, dan moeten ze dus allemaal 1 doen, want iedereen begint met 1 bij tellen met 1. Nee! Oké, 1 voor... Nee, oké. Okay. Ik heb mijn huis geüpgraded. Ik hoor 1. Kan er iemand nog verder komen met 1? Ik hoor een 1, had dat daar 1? Hoor ik een 2? Ik kom toch ergens verder op een 2? Ik kom toch ergens op een 2? Niemand weet het. Hoor ik nou een 2? Hoor ik nou een 3? Nee, we blijven bij de 1. Oh jongens, waar gaan we nou nog naartoe? Ik was bezig. Oh ja, ik wou die upgrade maken, dan weet ik het weer. Daar had ik wou nodig. Wou je dat doen? Voor Better Furnace. Daar wil ik een upgrade dinges voor maken. Oh, dus... wat is het doen voor mij? Wat even niet? Kijken, Better. Daar had ik voor nodig. 3 pistons, sowieso. Heb ik daar ook eigenlijk obsidian voor nodig? Ja, ik heb ook obsidian. Dang it! Nou ja, dan kom ik dadelijk wel bij het stripmine bij. Dus even kijken, dan heb ik dus smooth stone nodig. Ah, ik dacht dat ik gewoon een stone nodig had. Nee. Pistons, daar had ik cobblestone voor nodig, dacht ik. Ja. En hout. Nou ja, hout heb ik nog genoeg, dus dat is wel goed. Het houdt niet op. Het houdt. Bij jou nooit op. Bij mij niet, nee. Heb jij die regen besteld? Ja. Ik eigenlijk. Het was 95 cent bij de Aldi. Oh, nou in dat geval. Het is een koopje. Ja, daarom. We maken ons druk om. Daarom. Oké, okay, nou even kijken. Ik heb dus 3 pistons nodig. Wil jij je mond houden? We gaan hier niet schelden in deze server. Of zoals Tommy had gezegd, de saver. Saver. We gaan het saven. Op de saver. Nou, even... Saven in de saver van de saver. Muis! Doe het! Jongen, jongen zeg. Ik heb nog nooit zoveel ruzie met mijn muis gehad. Squeak, hou je mond. Oké, okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan moet ik nog hebben... De hout, 3 maal. En dan redstone onder. En dan iron in het midden. Ja, 1... 2. Waarom heb ik er dan 3? Oh ja, voor jou. Okay. Weet ik niet. Wat? Nee, ik moest heel eventjes nadenken. Kan ik dat dan? Hou je mond! Okay. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb eventjes obsidian moet gaan hakken. Obsidian. Daar was eigenlijk niet echt een rijmpje voor. Hey, kijk, een Pokémon! Echt welke? Gotta catch the lizard! Ik wist niet tot we Pixelmon aan het doen waren. Pixelman. Ja, de Pixelmon. Nee. Pixelmon. Dus, alleen dan zit ik wel met een issue. Dan zijn we dit al heel erg leuk aan het opnemen, maar dan weet ik dus niet wat de comments zijn van de dag. Oeh. Je kan nu even kijken. Oh nee. Je kan nu even kijken. Die komt morgen pas. Ja, maar je kan toch echt. Waarom denk je van Super Mario Galaxy? Ze zullen het toch niet weten. Jawel, want ik ben daar heel erg ver in. Jongens, ik maak je geen zorgetje. Ik doe dat heel eventjes netjes apart. Dus dan neem ik dat stukje even op, aangezien dat dit veel later pas bewerkt wordt. Dus er komt er wel een comment van, maar dan is dat zeg maar niet op dezelfde dag dat dit is opgenomen. Dan is dat toch wel gecoverd. Is dat niet netjes? Dat is heel netjes. Nou, ik... Daar moeten we ook weer over stijgen. Ja. Mijn crew, mensen.
Ja. Behoorlijk cruw. Begin een eigen YouTube-kanaal en je wilt met, dingen, met mensen wat dingen samen doen, begin er niet aan. Nee, inderdaad, want dan krijg je mensen zoals Alex of... Blijkbaar... Kijk, en die maken dan dat soort geluiden, ja, daar word je niet vrolijk van. Of dit soort geluiden. Nee, 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 het wordt eruit geknipt, wordt eruit geknipt, wordt eruit geknipt, wordt eruit geknipt, wordt eruit geknipt. Kon je niet, kon je niet, kon je niet, ik wil je nog steeds niet horen. Dat zullen we nooit weten, want het is eruit geknipt. Nee jongens, er is helemaal niks geknipt. Was niet nodig, hij zei helemaal niks. Ja, hij had gelijk, hij zegt van ik ga niks zeggen. En hij zei ook niks, dus ja. Einde discussie, vergadering is nou bij deze gesloten. Op donder allemaal. Mag dat? Toch? Wow. Wat was dat voor... Ik wil het niet weten! Schuur nu hier dus je brief. Nee, zeg maar niks. Hij was niet lief. Ik ben met Obsidian bezig, ja. Waarom ook niet? We zijn weer aan het survivalen. En we zijn... Waarom maakt Minecraft je zo muzikaal? Omdat je... Ja, het komt... het is een heel ingewikkeld verhaal. Het komt door de kwadratische formule van de hypotenusa. En ik lul maar weer wat langer. Het hypotenusa? Sorry, wat de foep is een hypotenusa eigenlijk? Ik weet het zelf nog niet eens. Nou, ik weet eigenlijk wel wat een hypotenusa is. Ja, dan heb je jeuk aan de neus, toch? Nee, 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 nee. Dat is Krabby Krabby. Wat is goed. Het? En dat is Krabby Krabby. Oh. Dus, hypotenusa, dat komt namelijk voor bij de Giliago Shinobagani gasten. En ja, en dat blijkt dus heel erg gevaarlijk te zijn, want dat is dus zeg maar een ziekte, waardoor dat je dus constant een knipoog geeft naar iemand anders toe, die zeg maar dat helemaal nog niet eens doorheeft. Ah. Dat kan best iets leuks zijn eigenlijk. Leerzaam. Ja. Die zullen je ook nooit het spelletje Wie is de Moordenaar doen. Ik weet niet voor de... Ja, dat is een heel oud spelletje. Dat is echt een heel oud spelletje. Dat komt echt uit de oude doos. Dan moet je dus zeg maar in een kring moest je dan gaan zitten met z'n allen. Ja. En dan was één iemand was dan de moordenaar. En die moest dan knipogen naar iemand anders toe. En er stond er één iemand die stond dan in het midden. En die moest dan was dan de detective. En die moest dan zeg maar erachter komen wie de moordenaar was. Zelda player, dat spelen wij ook. Echt waar? Gebeurt dat nog steeds? Nee, echt weer dus. Gebeurt dat nog steeds? Ik kan me niet herinneren. Blijkbaar! Ik heb het gisteren nog gespeeld. Okay. Hoor die krekel, ik weet het. Ja. Gordon. Interessant. Boeiend. Interessant. Zo zeg. Zo zeg! Hoe heet je dat allemaal? Huh? Boek? Oh! Hi. 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 Gaan we weer. Ik word achtervolgd met dat... Wow. Ja, dat is een Enderman die had geen zin in regen. Ze kunnen helemaal niet tegen regen. Nou, dan hoeft het niet zo raar geluid te maken. You don't say. Maar he did say. Ja, om eventjes een lang geding nog korter te maken. Heel lang. Ja, kijk, je kan er zo een Enderman... Kan je zo van hallo zeggen? En dan zegt... En dan hij. Maar dan komt hij aan. En dan zegt zij. En nee. Nee, hè? Nee. Gewoon nee. 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 Waarom? Ik snap het niet. Jij hoeft dat ook niet te snappen. Oké, nou, ik heb de processing upgrade. En wat had ik nou voor hem nodig? Diamonds. Oké, en de andere twee pistons. Dus die moeten daar... En Heidi, Heidi. Dat is oud. Je mag stoppen. Die is wel heel erg oud. Ja. Dat is echt heel oud. Gewoon ouder dan... Oud. Dan wat? Weet je wat we nog best wel kunnen doen? Nee. Nee. Kan niet. Nee, echt niet. Nee. 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 Wat snap je nou niet aan het woord nee? Nee. Ja, maar ik doe het nee. Niet. Nee. Maar dat is nee. Niet. Nee. Ik heb het gedaan. Nee. Ik denk niet eens dat jullie opvalt. Nee.
Wat heb je gedaan? Waarom? Waarom heb je dat gedaan? We zeiden nog zo, doe het niet. Ja, waarom? Je wou niet luisteren. Spijt me. TNT. Oh. Waarom niet? Dan moet ik huilen. Dan moet ik huilen. Ja, maar dat vind ik alleen maar leuk. Dacht ik al. Ik denk dat de kijkers het ook alleen maar leuk vinden. Dus ga huilen. Ja, onze deprimerende depremie is entertainment voor de kijkers. Ja, dat kan ik wel voor voorstellen. Dus, jank. Ik zeg... ik wil helemaal niet janken. Een doorbel. Een doorbel? Deurbel. Als jij nou denkt dat ik elk Engels woord ga ondertitelen, heb je het mis. Deurbel. Dank je. Ding dong. Een klok. Oké. Wat was dat? Hoor je het? Ik hoorde poep 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 poep. Oh, you're kidding me. Telefoon, 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 telefoon. 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 Touwler. Uw telefoon gaat. Ja, klopt. Ik moet heel even beneden even de deur open doen voor mijn zus. Die staat gesloten deur. En nou weet iedereen het. Denk ik. Dus ik ben, ja, ik ben, jullie gaan gewoon lekker door, toch? Nou, ik denk het wel. Wat doen we? Ja, we zullen wel moeten, hè. Kijk, ze willen lange afleveringen. Nou, dan moeten we een lange aflevering doen, hè. Dus Wilco, je wordt niet gemist. Wij gaan gewoon verder. Oh. It's not the size, it's how you make them. Ja, maar daar is niet iedereen het mee eens. Waarom niet? Omdat, ja, weet ik niet. Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Poeh, daar heb ik iets mee. En we hebben een dead sound. Verdorie. Ja. Nou, dankjewel, Tommy. Dat wordt 10 minuten langer editen en Alweer. Tommy's schuld, hè. Ik weet het, de vorige keer maakte ik een grapje naar de toekomstige ik. Het stond er in één keer grrr, sorry daarvoor. Dit keer was het hij. Niet ik, hij. Ja. Dus sorry toekomstige ik. En kijkertjes die daar ook nog eens in een keer aan het kijken zijn. Dat is bijt. Ik vind het eigenlijk best wel eng dat jullie me nou zo aan zitten te kijken. Kijk naar het spel, niet naar mij. Ik ga weer verder. Doe dat. Doe wat je niet laten kan. Ze kijken we nog steeds aan! Oh. Wat klets. Ja, ik ben er weer. Sorry. Ja. Wow. Doe dat nooit meer. Was die hard? Jezus. Ik denk dat hij best wel hard was. Leuk joh, zo'n facecam. Oké, nou, ik heb dus, wat zou ik nou eerst gaan doen? Zou ik nou eerst mijn farm gaan doen, of, Doe maar wat, joh. Waar je goed bij voelt. Nou, mijn huis is nog niet klaar, dus ik denk dat ik eerst eventjes wat cobblestone ga halen. Want ik heb nou een emerald binnen, ik wacht wel even tot het dag is. You cannot rest now, there are monsters nearby. You cannot rest now, there are monsters. You may not rest now. Dat kon ik niet. Nou, gaan we wel slapen, dan ga ik even naar bed toe. Ik kan niet slapen, want er zijn monsters nearby. Ik kom eraan. Au, au, au! Hij kwam eraan. Oh, mag ik nog even kussen? Editor, mag ik heel eventjes een dead sound, ondanks dat hij niet dood is? Flemo. Een emperor cobra. Ik lig. Ja, vind je het gek.
heb al die beesten geknald. Even kijken. Een Emperor Scorpion. Ik lig nu. Mijn camera die is bevroren. Oh. Tropical freeze of gewoon echt een freeze? Mijn camera is gewoon gevriesd. Ik zal even kijken of ik er even kan fixen. Ook een blikje. Mijn dinges die doet het wel nog gewoon, dus. Webby. Hi, ja, hi. Sorry voor die technical difficulty. Ik weet niet wanneer dat hij dat heeft gedaan. Alleen nou is mijn camera een beetje off-centered. Dus dat zal ik heel even fixen voor jullie. Aangezien dat we toch zitten te wachten tot het dag wordt. Dus ja, ik wacht alweer. Zien jullie eventjes de magie van hoe dat eigenlijk allemaal achter de schermen gaat. Want het lijkt een beetje op achter de schermen, maar deze is dus totaal niet. En hij loopt alweer vast. Goed zo, webcam. Mijn webcam heeft er vandaag geen zin in. Doen we het nou wel? Ja? Dus dan zeg ik tegen jou dat je nou wat hoger moet gaan kijken. Ja. Dus zijn we daar tevreden over? Een beetje nog. Nee, andere kant. Zo ja, veel beter. Goed. Sorry daarvoor. Technische mankementen gewoon tijdens een aflevering, waarom ook niet. Wie ligt er nou nog steeds in de petta van Harry? Iemand die volgens mij nog geen bed heeft. Nou, dan is het Tommy, denk ik. Nou. Volgens mij... Rage quit. Ja, maar het is nog steeds nacht, of niet? Wat? Nee. Oh, dat was hè? Wow, oh, dat ging nou wel heel... Ach, jij slaat wel eens uit. Oh, er is een het is net alsof dat iemand zombie buiten. Doe me groeten. Waar? Ik nou, zie hem! Ik wil hem knuffelen! Mag ik hem knuffelen? Ah, toe! Toe! Ja. Mag ik hem knuffelen? Ja. Ah, ik ga hoi zeggen. Hi, muted zombie. Hi, hi. Mijn naam is Zelda Play. Wie ben jij? Oh, je ouw. Hij slaat mij. Ja, zo eng ben jij niet, hè? Oh, oh. Jij bent best wel eng. Auw. Dat deed best wel pijn. Auw, dat deed ook best wel pijn. Dus, maar die Emperor Scorpius, die laten we nog even met rust, neem ik aan. Ik heb hier een probleem! Jij gaat dood? Bijna. Dus, nou moeten wij jou gaan helpen? Nee! Nee dus, oké. Okay. Hij leeft nog steeds! Je moet hem op een speciale manier killen. Ja, ik weet het. Of 4 keer zo, of 1 keer in de fik. Maar ik heb geen fikkie. Hallo? Hoi. Iemand knalt eruit. Nee. Is iemand eruit geknald? Nou, de Emperor is weg. Nou, in ieder geval, hij is dood. Niks wat, meer van hem over. Wat was de vangst? Volgens mij is een hamer krijg je dan. Oh, die is cool. Hammer, gaan we hamertje tik doen? Stop. Ach, hier ligt hij. Hammer time. Dat is een oud spel. Hamertje tik. Nou, deze hamer is niet zo boeiend. Hamertje tik, dat heb ik zelfs nog gehad. Ze weten nou iets van mijn geschiedenis! Nee. Mogen jullie best weten. Oh, nee. Heb jij zelfs gehad? Oh, dat is wel heel oud natuurlijk. Ik bedoel... Iedereen gooit nu massaal zo'n hamertje tik weg. Nee, ik ben niet zo aan het stellen player. Dat is zielig voor die mensen. Vraag gewoon aan je vader om een hamer en ga daarmee raampjes in tikken. Nou, die had ik dus net aan de telefoon en... nou, eigenlijk vorige week... Dit is weer zaterdag, dus... Is het zaterdag? Het is zaterdag, ja. Is het weer zover? Nee, jij bent met de farm bezig, niet ik. Wat heb je nou aan die farm? Ik ontken... Ja, wat maakt het uit? Als hij dat leuk vindt, iedereen heeft zijn eigen style, dus als hij een farm bij zijn huis wil... Laat hem! Ja, laat mij. Ja, laten we toch iemand even lekker daarmee uitlachen, waarom ook niet? Ha! 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 Je weet wel, reacties, hè? Dat is ook, ha, wie gaat er nou een farm maken? Zo gevaarlijk. Ja, hey, Emerald. Ik ga ook een farm maken, hoor. Ik heb ook een farm. Ja, inderdaad. Het is hartstikke handig om een farm te maken. Ja, nee, maar... Nee, maar ik bedoel een cactusfarm. Waarom een... Kun je dan niet beter een wc maken? Oh, wat slecht. Oh. Jij bent eigenlijk best slecht bezig. Oh ja, nou ben ik weer slecht bezig. Ik ben in deze hele opnamesessie nog geen 1 keer dood gegaan. Nou jij weer. Ja, ik ben 2 keer dood gegaan. Dus? Ja. Ik ben eigenlijk ook niet dood gegaan. Ja, maar dat boeit niemand. Nee, dat is...
Like, favorite en subscribe als het jou ook echt serieus niet boeit. Opeens, ik weet niet hoeveel subs erbij. Nou, dan weten we dus wat jij voortaan moet doen. Of waar we voor moeten zorgen dat het gebeurt. Dat ik er niet bij ben. Zeg wat je wil. Nee, dat zeggen wij helemaal niet. Maar, ik was toch de koning van de server nu? Zeg, gaan we het niet over koning hebben alsjeblieft. Arrogante mensen zijn het allemaal. Serieus, ik zou je eerder vertellen, sinds Nederland de koning heeft gekregen, gaat het echt heel erg slecht met ons kikkerlandje hoor. Nou. We hebben al, ik weet niet hoeveel jaar koning. Dat heb je niet gezegd! Zeg me dat je dat niet hebt gezegd! Sorry! Al mijn dromen in duigen. Oh mijn god. Gaat het? Jongens, echt. Gaat het? Ik denk het niet, hè. Ik heb woorden voor. Wat? Is het nou zo erg? Nederland heeft al heel lang een koning. Ja. Heel lang. Nog niet koning eens een jaar. Koning Willem de Eerste, koning Willem de Tweede. Willempie! Oh. Ja, wil je tellen de koning niet mee? Ja, toch. Want het over koningen, hè? Niet over koninginnen. Koningen! Ja! Ja. En toen zei ik van, ja, dan moet ik wel zeggen, op het moment als wij nou een koning hebben, dat is heel erg slag, gaat met zo'n skerkelandje. En dan komt de kei aan, ja, maar we hebben al keilang een koning. Ja! Dat hebben we helemaal niet keilang! Moet ik erbij zeggen. We hebben het de hele tijd over hoe oud dat we zijn en noem maar op, dus zeker 25 jaar van mijn bestaan op deze belachelijke gehaktbal heeft Nederland een koningin gehad en geen koning. Ja, nee. Dat is waar, maar ik bedoel eigenlijk wat ik nog... Kijk naar de sterren! De grote koningen van vroeger kijken op die sterren op ons neer. Dus stel dat je dode koningen zit naar ons te loeren. Hallo. Ik denk meer eerder dat het teleurgesteld in is. Ons dus. Wie? De koning. Oh, die zit... Ja, die kijkt echt mijn video's hoor. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Ook. Ja, Willem hartstikke... We hebben altijd hartstikke veel lol gehad. Zelfs nog bij die koffie toen. Witte nog. Oh... Is die koffie lekker nog uitgekomen of niet? Dat vraag ik me wel af. Laat het weten in de reacties. Nou ja. Jezus, dit gaat nergens over. Gaat het wel eens ergens over? Ja, over hoe dat ik een dak aan het maken ben. Tada, 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 tada. Eigen huis in tuin. In puin. Eigen huis in tuin. Nee, doe maar niet. Nee, don't do it, man. Waarom is die eigenlijk zo licht? Daarom. Omdat een sound effect er is. Plot twist. Ja. Maar wat kom je doen? Nee. Saban! Gewoon nee. Oké. Okay. Niet beatboxen random. Beatbox is voor coole mensen. Ja, daarom. Dus niet beatboxen. Nee. Ook voor coole Piet. Coole Piet. Ik heb zin om dit raam een beetje... Is er nou alweer iemand bezig bij mijn raam? Jongens, ga er nou toch eens een keer mee uit. Stel dat je kleuters. Maak me echt zorgen soms om jullie hoor. Alweer. Zeg nou zelf. Word je toch absoluut niet vrolijk van als ze de hele tijd van die vier pijlen tegen je raam aankomen? Ik weet dat ik dubbel glas heb en waarschijnlijk ook nog eens een keer bulletproof ook nog eens een keer. Maar dat wil niet zeggen dat je er dan maar gewoon tegenaan moet. Wat? Carglass. Wat? Carglass repareert. Repareert. Wat? Slash repair. Echt, jullie zien wat voor mensen waar ik mee samen moet werken op sommige momenten. Dat echt diep treurig. Dat wil je niet. Ben je dat echt? Nou, ik moet wel zeggen, ik krijg dus heel erg vaak,
wel leuke reacties over van tot de onzin waar we over praten, tot dat eigenlijk dus wel zeg maar op prijs gesteld wordt. Dus vind ik wel aardig van jullie. Oh, dus we mogen gewoon over onzin lullen. Dat, dat dus doen we toch wel, of het nou mag of niet. Dus, maar goed, ik denk dat ik, ja, nou eventjes reversal of manier van doe. Nu komt eventjes in beeld. Ah, trouwens, dat slaat helemaal. Op het einde van deze aflevering komt in beeld dus zeg maar wie de winnaar is van de comments. Dus, yes. Want ja, ik heb nou nog geen reacties. Nee. Dus ja, dat komt dus op het einde. Dus we zeggen eventjes doei met z'n allen. En dan krijgen we dus een feit dat ik een beeldje... En dan ja, krijg je dus toch nog heel eventjes te horen met stem van hoe dat en dan alles dat er gegaan. Dus ja, nou, dus ja, bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie een leukste momentje hebben in deze aflevering. Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat even weten natuurlijk aan Willempie of die koffievlek er inderdaad uit is gekomen. Ik kon niet later, sorry. Bedankt voor het kijken, jongens. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20. De Touder. En Dutch Game Nation. En? Stilte. Alex. Stille Alex. Ja, stille Alex. En? 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 Willy. Porter Malloutje, Tommy van de Team Maestro. Gewera. Doei! Oh, ben ik al aan de beurt? Oh, sorry, wist ik wel. Ja, dus heel eventjes een vanuit de toekomstige ik. Met de nieuwe mic. Dat ruimt ook nog eens in een keer. Kom ik dus aan met de comment van de dag. De comment is geschreven door Henkie B. Dus Henk... Serieus. Zelfs als ik heel even 10 minuten alleen in de server ben... Even overnieuw. De comment is geschreven... Ik mag nog niet eens de comment plaatsen, hè? Zo erg is het. De comment is geschreven door Henkie B, zoals ik al zei, al 300 keer. En die had geschreven 10.000, zoals ik het schrijf. Bliksembommen. Bliksem... Ik hoop dat... Want het is één... Ja, het past. Dus nou, dankjewel voor het reageren. En dan gaan we nu naar de credits. Dus... Ja, zo kom ik heel dicht bij de microfoon en zeg ik tegen jullie, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen voor de nieuwe. Doei! Nou ja, eigenlijk zondag, omdat dit is nou geüpload op een vrijdag aangezien. Jullie kennen dit trail wel, dus doei!